Hey, leuk dat je meedoet aan deze serie. Hoe schoon is eigenlijk de lucht die je inademt? Waarom is zwemwater geen drinkwater? Zitten er veel of weinig mineralen in de grond? En wat betekent dat allemaal? In de serie Smart Kids Lab kun je zelf gaan onderzoeken hoe gezond jouw buurt eigenlijk is. En ontdek je wat jij kunt doen om hem te verbeteren. In deze missie ga je de zuurgraad van verschillende vloeistoffen en van verschillende plekken in jouw buurt onderzoeken. Citroenen zijn zuur, dat kun je proeven. Azijn ook. Drinkwater niet. En toch zien ze er hetzelfde uit. Gelukkig hoef je het niet te meten met je tong. Dat is trouwens ook niet verstandig als je onderzoek doet. In deze missie ga je daarom ontdekken hoe je de zuurgraad van verschillende stoffen kunt meten met rode koolsap. Zuur is slecht voor je tanden. Het maakt je tandglazuur zacht. En hard glazuur beschermt juist je tanden tegen gaatjes. Maar zuur kan ook handig zijn. Citroenzuur wordt bijvoorbeeld gebruikt als conserveermiddel. Een conserveermiddel zorgt ervoor dat je eten langer kunt bewaren. Een voorbeeld daarvan zijn augurken. Het tegenovergestelde van een zuur is een base. Een vloeistof die basisch is, voelt vaak glibberig aan. De meeste schoonmaakmiddelen bijvoorbeeld zijn basisch. Download en print nu eerst de werkbladen. Je vindt deze op de site van Smart Kids Lab of klik op de button hieronder. En verzamel dan ook meteen de rest van de materialen. Eerst ga je het rode koolsap klaarmaken voor de tests. Giet 2 glazen water in de blender en voeg 4 blaadjes rode kool toe. Blend deze zo fijn mogelijk. Er mogen geen grote stukken in. Stop een koffiefilter in de trechter en giet het mengsel uit de blender hierdoorheen. Vang het sap op in een fles. De zuurgraad van iets druk je uit in pH-waarde. pH 1 is superzuur, pH 7 is neutraal en pH 14 is heel basisch. Pak nu de plastic bekertjes en teken 2 streepjes. Eentje op 3 cm hoogte en de ander op 6 cm hoogte. Schrijf ook op de beker welke vloeistof je erin gaat testen. Citroensap of azijn, frisdrank, kraanwater, afwasmiddel en 1 of 2 vloeistoffen die je zelf kunt kiezen. Ik neem koffie en vloeibaar wasmiddel. Vul dan alle bekertjes tot het eerste streepje met rode koolsap. Vervolgens vul je ieder bekertje tot het tweede streepje met de andere vloeistof. En wacht een paar minuten. Gelukt? Mooi. Pak nu de vergelijkometer erbij. Komen jouw onderzoeksresultaten ongeveer overeen met de meter? Kijk ook naar de namen van de kleuren op de vergelijkometer. En wat zijn de pH-waardes? Nu je weet hoe het werkt, gaan we jouw buurt onderzoeken. Hoe zuur is bijvoorbeeld de grond of het regenwater? We gaan op onderzoek. Pak het proefjesdoen werkblad erbij. Je gaat nu op 3 plaatsen in de buurt de grond of het water onderzoeken. Maak eerst bij stap 2 een tekening van de plekken die jij wilt gaan onderzoeken. Je mag ook het knipvel gebruiken. Ik noteer wat grond uit de tuin, aarde uit een weiland en regenwater. Nu jij. Maak op je werkblad een tekening van de plekken die jij wilt onderzoeken. Meng de grond of het water in 3 nieuwe bekertjes waarop je weer 2 streepjes hebt gezet en erop genoteerd hebt wat er precies in zit. Even wachten. En vergelijk nu je meetresultaten met de kleuroplossing uit stap 1 en met de zuurvergelijkometer. Zijn er verschillen te zien? Is grond bijvoorbeeld net zo zuur als koffie?
En is regenwater neutraal net als kraanwater? En hoe komt dat, denk je? Noteer bij stap 3 welke resultaten je op welke plek hebt gevonden. Gelukt? Goed gedaan. Als je wil kun je nog foto's maken van je resultaten. Print ze uit en plak ze op je werkblad. Wil je nog verder? Op deze site vind je nog veel meer leuke meetinstrumenten om zelf te maken. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.